dit was mijn laatste dag. Nu is mijn laatste nacht. Eigenlijk ben ik een soort van ready to go al eigenlijk. Doorrijden! Ik hoef niet veel meer. Dus, en dan zie ik het wel. Helemaal alleen. Nou, ik ben er, jongens. Nou, het is nu zaterdag. Het is de laatste dag. Die is nu aangebroken. En ik zou heel eerlijk zeggen, gisteravond had ik het even heel erg moeilijk. Toen zag ik mijn katten. Ja, dat klinkt super dom. Maar toen zag ik mijn katten en alles en mijn huis en noem maar op. En toen dacht ik, shit. Wat laat ik allemaal achter? Waarom doe ik dit? Waarom heb ik dit in mijn hoofd gehaald om te doen? Nou, het komt allemaal wel goed. En ik ben blij dat dat er nu uit is ofzo. Want ik heb de hele week denk ik een beetje voor me gehouden. En niet op proberen te focussen ofzo denk ik. Dat het er niet uitkwam. Doen alsof het er niet is. En dan komt het er natuurlijk gewoon op een gegeven moment uit. Super logisch. Nu heb ik koppijn. Maar ik voel me wel een stuk beter dan gisteren. Vandaag even de laatste dingen regelen. Mijn auto overschrijven. Ja, voor de rest heb ik bijna alles al geregeld. Kijk, mijn koffers helemaal ingepakt. Dus eigenlijk ben ik een soort van ready to go al eigenlijk. Ah, dat is toch niet erg. Kijk, ze moet huilen omdat ik wegga. Nee, ik moest zelf ook janken hoor. Want ik heb namelijk een heel leuk... Kan jij dat shirt even omhoog houden? Kijk wat ik heb gekregen. Dat is hier nu al. Toen ik dat kreeg, moest ik meteen janken. Het is zo raar ook. Ik kan het gewoon niet beseffen dat ik dan hier straks niet ben. Het voelt gewoon alsof ik dan op vakantie ga en dat ik dan over 2 weken terugkom. Ja. Maar dat is gewoon niet maar zo. Niemand gaat zomaar zeggen van ik ga even een jaar weg. Je kan het niet bevatten. Nee, terwijl er zijn genoeg mensen die dit doen. Ja, maar alsnog zou je het ook niet beseffen, denk ik. Nee. Ik denk dat een ander het ook niet beseft, totdat je daar bent en het doet. En het duurt ineens heel lang en dat je denkt, hé, moet ik nu niet naar huis? Ja, moet je voorstellen dat wij in Japan zouden wonen, dan zouden we wel gelukkig zijn. Ja. Met al het eten wat ze daar hebben. Oh. Jawel. Hoi. Hola. Hoe is het? Ja, helemaal goed hè. Hé, hey, jongen. Darren. Ja. Wat lief, voor mij. Ja, natuurlijk. Jij gaat weg, ik niet. Ja. Ik blijf. Ach, wat lief. Oh, een cadeautje, ja. Ja, wat leuk. Vandaar is dat. Dat is Christoffel, hè? Dat is Christoffel. Oh, mooi. En dit is voor in het vliegtuig als je misselijk wordt. Dit hebben ze niet in Japan. Dit is heel Nederlands. Dat moeten we opsturen. Ja, ja, dankjewel. Een beschermengeltje. Christoffeltje is dat, hè? Christoffel? Dat is beschermheilig, hè? Voor de veilige reis. Ja. Nou, dan heb ik die sowieso nodig. Heel lekker. We hebben bossenbollen uit Den Bosch. Heel lekker. I love it. Van Jan de Groot. Room is ook anders of zo. Ja, van de supermarkt zijn ze niet lekker hoor. Heel anders, ja. Maar de chocola is veel beter van een bossenbol. Ja, dit vult wel goed. Ja. Is het lekker? Ga je missen. Dankjewel. De mol. Nee, dat komt helemaal goed. Hey, schatje. Jongen. Het gaat je goed daar. Ja, het komt wel goed. Goeie reis. Zie je wel. Ja, het komt wel goed. Ja, wel goed. Mijn trui is wel vies, maar dat hebben we niet afgesproken. Een sierikboom en die draakkoop. Wij gaan even naar de Lidl, want Darren heeft nog dagcrème nodig. Dat koop je bij de Lidl. Dat koop ik bij de Lidl, ja. Weet maar... je dat het heel goed aangeschreven is, Lidl dagcrème, heb ik gehoord. Echt? Ja. Want toen dacht ik, oh, dan ga ik naar de Aldi. Maar de Aldi is natuurlijk niet in de Lidl. Nee. Ja, Nivea en zo, dat vind ik dan net te vet of zo. En ik vind het gewoon ook belachelijk om heel veel geld uit te geven daar. Terwijl ik het gewoon... En kijk, zo mooi zijn huid is, dus het zal wel goed wezen. Hoppatee. Working at the car wash. At the car wash, yeah. En er is natuurlijk weer geen plek hier, want ze hebben hier maar 3 plekken bij de Lidl. Dat slaat helemaal nergens. Alsof er maar 3 mensen naar de Lidl. Aha! Oh, daar pas ik net niet naast. Hoor. Maar misschien gaat deze weg. Ga je weg, stap wacht. Natuurlijk niet. Ja! Lek! Oké, wat gaan we eten? Wat zou ik koken? Ja, maar wat? Jij moet niet aan mij denken. Ik kan elke dag stroopwafel eten. Ik woon in Nederland. Hier, dit zijn die dingen. Deze zijn gewoon nep. Ja, maar vanavond echt niet lekker. Leuk, die kaas.
Leuk. Een paar kilo bij je koffer. Doe ze even normaal, man. Je moet nog dagcreme hebben. Daarvoor waren we in eerste instantie hier natuurlijk. Ja, dat klopt. Ja. Dat ruikt wel lekker. Maar ja. Ja, 3,40 euro. In de fles zit ze niet in de dop. 3 euro. Zo, dit gebruik ik voor mijn gezicht. Nou, dat zou vast niet goed zijn, maar... In het... Oh, dit is night cream. Dat was soms niet gehoord. Ik weet zeker dat ze ons gehoord heeft. Maar heette dat kind Pip? Hallo. Hallo, ik wil die van 13 euro. Number 3, ja. Nu? Zo, sterk jongen dit. Oh, die gaat automatisch. Lekker! Ik vind het leuk. Ik ook, het is eigenlijk een soort attractie. Ja. Maar zeg je, pas op dat je mijn deurposten niet beschadigt. Oeh, gaat het wel goed? Oh nee, je staat erin. Ja, dat lijkt zo. Doorrijden. Oké. Okay. Oh. Nou, dit was mijn laatste dag en nu is mijn laatste nacht. En het voelt heel erg onrealistisch. Alsof je dan gedwongen extra van elkaar moet genieten of zo en van alles om je heen. Maar ja, dat doe ik altijd al eigenlijk. Ja, ik ga maar snel slapen. Nou, het is zover. Ik weet niet zo goed hoe ik me nu moet voelen of zo. Ik vertel nog wel een keer precies over mijn geschiedenis. Nou ja, geschiedenis, wat ik vroeger heb meegemaakt en zo in dit huis en weet ik wat allemaal. Zodat jullie misschien een beter inzicht krijgen over waarom ik me zo voel en waarom ik het zo moeilijk vind om weg te gaan. Ja, heel dubbel gevoel. Het voelt gewoon eigenlijk alsof ik op vakantie ga en dat mensen me straks komen opzoeken, alsof ik alvast ben weggegaan. Gaan we nu dus voor de rest klaarmaken en mijn koffers dicht doen. Dan mijn katten gedag zeggen. Een jaar op een mensenleven is niet zo lang, zegt iedereen. En dat klopt, dat is ook zo. Maar toch is het ook weer wel lang. Vooral als je denk ik helemaal alleen bent of zo. Maar goed, ik heb hier zelf voor gekozen, dus ja. Nou, zometeen komen mijn tantes en mijn beste vriendin. En die gaan mee om mij weg te brengen, dus dat vind ik wel heel leuk. Maar ik ga me maar aankleden. Ik kan ook niet slapen. Nee, ik ook niet. Wij hebben... Ik voelde me vannacht ook zo raar. Ik probeer er niet over na te denken. Nee. Anders kan ik het niet aan. Nixie, ik ga jou een jaar missen, lieverd. Dit is mijn meisje, hè? Hey, kom jij ook even bij mij? Ik hoef niet te veel meer, dus... Past het niet? Zo raar. Hopelijk ben ik nu van het ergste gejank af. En dan ook nog eens een keer 5 februari vandaag. Helemaal top. Ja, maar dat is die 5 februari wat ze moeten zijn. Ja. En nou is je moeder erbij. Ik krijg dus nu ook allemaal berichtjes op Instagram en via WhatsApp. Ik kan het nu dus allemaal nog niet bekijken. Dat ga ik zo meteen rustig doen. Want ik denk dat als ik het nu ga lezen allemaal, dan draai ik om, denk ik. Alles wordt geregeld voor me, kijk. Ja, dankjewel. Mag ik deze weer meenemen? Oké, top. Hallo, liefie. Hoe gaat het? Goed. Met jou? Nu wel wat beter, maar het is straks niet hoor. Nee, hè? Dat snap ik wel. Ja. Het is dus grappig, want ik kwam daar. En toen zegt ze, komt zij me aan. Ja, maar hij is van Aladdin, zit ze dan. Oh, ja. Toen zei de jongen achter die balie, ja, ik herkende hem al. Ja, dat is echt zo. Was echt zo. Leuk. Ik zat op 45,5 kilo. Oh mijn god, wat doet dat? Daar gaan we. Oh, wat leuk dat je er bent. Ik wist helemaal niet dat je kwam. Ik kan het niet zomaar loslaten. Dat kan toch helemaal niet? Nee. Oh. Je moet even afscheid nemen, jongen. Ben je oké? Nee. Nee, dat klopt. Ik wil nog wat. We willen even naar beneden om even iets te eten. Ik ga met jullie mee. Ja.
Ik vind het zo stoer voor jou, echt. Ja. Ik ga weg. Nee, ik wil niet. Oprotten. Weg ermee. Godsamme. Dan had ik het voor planeet. Ja, het is niet te beschieten. Ja, het is niet te beschieten. Ja. Dat moet je weer doen. Gaat het komen? Graag gedaan. En als het is, dan weet je ons niet. En ik ga je ook op komen, oké? Ja. Fantastisch. Ja, schatjes. Doei, schatje. Love you, bird. Doei. Love you. Doei, love you. Jezus, ik had niet verwacht dat het zo moeilijk zou zijn. Godsamme, zeg. Wat heftig dit. Ik had niet verwacht... Oké, ik ben door de douane heen en alles. Nu wordt het echt. Nu wordt het gewoon echt. Ai, 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 ai. Het is wel heel erg moeilijk om iedereen achter te laten. En dat je dan in je eentje daar bent. Ik heb gewoon hele leuke en lieve vrienden. We delen zoveel met elkaar. En we hebben elkaar ook zo erg nodig in ons leven, merk ik. Nou, ik ben nu wel bij de gate. En je zeg maar al je dingen laten zien, je ticket. En dan word je in een soort stuk gestopt waar het echt super druk is. Slaat helemaal nergens op. Je kan dus nergens zitten. Ik ben nu maar gewoon random op een plek gaan zitten waar volgens mij mensen worden gecontroleerd. Maar ja, kan mij het schelen. Ik wil gewoon zitten, dus het boeit me niet. Nu is het wachten tot ik het vliegtuig in mag. Dat is echt bizar. En nu kan ik meteen ook even de reden geven waarom ik vandaag dan nog extra veel emotie heb. Is omdat 5 februari is ook de sterftedag van mijn moeder. Dus dat maakt een hele zware dag of zo. En dit is dan dubbel natuurlijk, omdat je ineens heel veel mensen achterlaat. Dus het maakt het heel gek. Dus ik probeer nu eigenlijk van deze dag iets moois te maken. Zodat ik de sterftedag omzet naar iets positiefs of zo. Voor zover dat mogelijk is. En dan zie ik het wel. Helemaal alleen. Ik sta er helemaal versteld van hoe groot het vliegtuig is, hoe dit van de grond komt, ik heb geen idee. Het is wel echt super druk, dus mijn koffers liggen ergens achterin, dat is wel echt vervelend met passen, maar ja. Oké, dit is de stop, want er is nog een plek vrij naast mij. Dus nu, kijk, heb ik gewoon alle ruimte. Nee, dat is helemaal top. Oké, we zitten nu in de lucht. Tot ziens, Nederland. Helemaal gaar aangekomen in Dubai. En nu moet ik nog 2 uur wachten en dan weer 9 uur. Ik ben op de helft. Nou, ik dacht het duurt niet zo lang, maar ik moet nog even 25 minuten lopen naar mijn gate. Nou, daar ga ik. Mijn laatste vlucht. En dan ben ik er eindelijk.
Het is zo grappig dat je hier het vliegtuig instapt en dat dan meteen het personeel heel vriendelijk is. En heel erg lief in vergelijking. De eerste vlucht was ook prima, maar hier was het echt zeg maar meteen gezelligheid of zo. Gevoel. Nou, ik ben er, jongens. Ze gaan nu alles checken. Via QR-codes op je telefoon. Buiten hoef je geen masker te dragen. En binnen het liefst wel, maar het is niet verplicht als het goed is. Het is gelukt, jongens. Ik mocht daar niet filmen, helaas. Maar ik heb mijn residence card. Dit is zo raar. Nu mag ik gewoon 3 jaar in Japan blijven. En nu moet ik op zoek naar mijn driver. Oké. Okay. Oh, ja, Van der Lek. Okay. Darren Van der Lek, yes. Nice to meet you. Er is nog een andere jongen van USJ, dit is Courtney. Een jongen uit Zuid-Afrika.